Heilai, nou, toen ik vanochtend wakker werd, ontplofte ongeveer mijn telefoon op alle social media kanalen van positiviteit en enthousiaste reacties over de eerste aflevering van Kamp van Koningsbrugge. Dat is natuurlijk gewoon geweldig om dat mee te krijgen. Heel blij mee, ik krijg een warm gevoel van en het is leuk om terug te lezen. Maar ik wil eigenlijk ook vertellen waar het nou eigenlijk echt over gaat. Want waar gaat het programma echt over? Het gaat natuurlijk over tegenslagen en omgaan met tegenslagen. Het beste uit jezelf halen als de omstandigheden eigenlijk precies het tegenovergestelde bewegen in je. En dan toch jezelf aankijken en zeggen, ik moet dit veranderen. En dat is waar het echt over gaat. Die 15 deelnemers die meedoen, die gaan zich daaraan meten. En die laten zien of ze dat in huis hebben. En ten overstaan van gisteren 1,1 miljoen kijkers, dan kom je toch vanuit goede huis als je dat gewoon durft te laten zien. Twee, Guusje en Dwayne, gisteren hebben ze het veld moeten laten, maar ook voor hun. Ze hebben het echt heel moedig gedaan. En het is helaas niet gelukt. En ze hebben het veld moeten ruimen. Maar ze hebben het wel gedaan. En dat is iets waarvan ik denk, van daar kun je toch ook alleen maar respect voor opbrengen. Het feit dat het zo goed gelukt is, dat ligt natuurlijk aan het team van instructeurs. Met het KCT samen, maar ook onze jongens. Het is gewoon een feestje om dat te mogen maken. Super leuke tijd gehad met elkaar. En met TV. Een crew die eigenlijk in heel veel aspecten lijkt op datgene wat Defensie ook biedt. Het beste halen wat erin zit en het onderste uit de kan halen. En dat is niet kip simpel, maar wel heel erg leuk. Dus ik wil jullie bedanken. Kijk volgende week weer. En nou, blije man hier.